hepatitiscentrum in ziekenhuis Rijnstaat in Arnhem wil mensen opsporen die zonder dat zij het weten hepatitis B of C bij zich dragen. Daarom heeft het centrum deze maand uitgeroepen tot Heptember. Wie dat wil kan gratis zijn of haar bloed laten onderzoeken in ziekenhuis Rijnstaten, Rijnstaten Velp, Rijnstaten Zevenaar en de Poli in Arnhem-Zuid. We vragen aan Clemens Richter, internist-infectioloog in ziekenhuis Rijnstaten, wat hepatitis nou precies is. Hepatitis is een ontsteking van de lever, veroorzaakt door virussen. En je hebt nog andere vormen van hepatitis, veroorzaakt door geneesmiddelen, maar we hebben het nu over hepatitis veroorzaakt door hepatitis B en C. Dat zijn belangrijke virussen. Is er nou een beeld van de omvang van de mensen die dit hebben, zonder dat ze weten dat ze het hebben? Ja, we denken dat in Nederland ongeveer 60.000 mensen zijn die hepatitis B-drager zijn en ongeveer 30.000 tot 40.000 met hepatitis C. En het idee is dat meer dan de helft nog niet eens op de hoogte is dat zij besmet zijn. Hoe snel is nou duidelijk of iemand het wel of niet heeft? Eigenlijk heel snel. Dus binnen een week ongeveer is de uitslag bekend van het laboratorium. En dan wordt iedereen schriftelijk geïnformeerd over de uitslag. Aanleiding voor het project Heptember is de bekendmaking dat eind dit jaar nieuwe virusremmers op de markt komen met beduidend minder negatieve effecten. De verwachting is dat daarmee 90% van de patiënten kunnen genezen. En dat is natuurlijk goed nieuws. Dat is heel goed nieuws. Het gaat hierbij om hepatitis C. Dus meer dan 90% is straks te genezen met een vrij eenvoudige tablettenkuur van 12 tot 24 weken. Eenvoudig, maar wel heel erg duur. En daarom duurt het ook nog even voordat die medicijnen worden goedgekeurd door de overheid. Die worden nog niet vergoed, begrijp ik? Op dit moment nog niet. We verwachten uitspraak eind van het jaar. Wat zijn nou precies de voordelen voor de patiënt? Nou, voordelen is ten eerste dat je dus echt een grote kans hebt op genezing. En dat die middelen ook heel weinig bijwerkingen hebben. Dus die oude behandeling die we hadden, die bestond uit injectiekuren van een half jaar tot één jaar. Met heel veel bijwerking, was heel erg zwaar. En die tablettenkuren, wat we tot nu toe weten, worden heel goed verdragen. Ja, op zich is het dus wel te genezen, alleen met heel veel bijwerkingen. Ja, maar die bijwerkingen die vallen met die nieuwe geneesmiddelen vallen ontzettend mee. En het is inderdaad een korte kuur van 12 tot 24 weken. En met grote kans op genezing, meer dan 90%. Veel patiënten gaan pas naar een arts als er ook daadwerkelijke klachten zijn. Vaak is het dan al te laat. Hepatitis kan namelijk leverkanker veroorzaken. Het hepatitiscentrum hier in Rijnstaten verwacht deze maand zo'n 1000 tot 1500 onderzoeken te kunnen doen. Daarbij mikt het centrum dan op de risicogroepen. Je hebt meerdere risicogroepen. Je hebt mensen die geboren zijn in landen waar veel meer hepatitis B en C voorkomt als bij ons in Nederland. Dan praat je over Azië, praat je over Afrika, ten zuiden van de Sahara bijvoorbeeld. Ook Oost-Europa komt meer hepatitis voor dan bij ons. Andere belangrijke groep zijn mensen die het via besmette of vuile naalden hebben opgelopen. Door injecties in andere niet-westerse landen bijvoorbeeld. Door bloedtransfusies voor 1992. Omdat het virus is pas sinds 1992 bekend. Daarvoor kon het bloed nooit worden getest op hepatitis C. Dus mensen die daarvoor bloedtransfusie hebben gehad, kunnen het hebben opgelopen. Mensen die met drugs geëxperimenteerd hebben. Niet alleen langdurige drugsverslaafden, maar ook mensen even één, twee keer toch drugs hebben gebruikt. 70, 80, 90 jaren. Dat zijn belangrijke groepen. Dat zijn die vuile naalden waar je het over heeft? Ja, dat zijn inderdaad besmette naalden. Zelfs besmette rietjes kunnen hepatitis C overbrengen. Dus mensen die cocaïne gebruiken bijvoorbeeld en dan zelf de rietjes gebruikt worden voor verschillende personen. Ook daardoor kan overdracht optreden. En dat weten veel mensen niet. Er komt nog een extra informatiepunt, hè? Ja, we hebben op 10 september hebben wij een informatieavond. Dan geven we nog veel meer informatie, laten ook een film zien. Een voorlichtingsfilm over hepatitis. En dan is ook gelegenheid om je direct te laten testen. Regio Taxi Gelderland moet uitkijken naar een nieuwe vervoerder in de Achterhoek, Rivierenland, Stedendriehoek en de Vallei. De huidige vervoerder, Willemse de Koning, beëindigt per 1 juli 2015 het lopende contract. Reden daarvoor is dat de contracten niet langer rendabel zijn door het lager uitvallend aantal ritten. Provincie en gemeente werken mee aan de beëindiging van het contract om de continuïteit en de kwaliteit van het vervoer te waarborgen. Een groep Arnhemse kunstenaars heeft een pamflet opgesteld aan de gemeenteraad met een oproep om professionele kunstenaars eindelijk serieus te nemen en zich niet langer blind te staren op mode. Daarnaast moet het gemeentebestuur vooroordelen over kunst als hoogdravend en elitair bestrijden.
Het pamflet van aanbeveling is opgesteld in de aanloop naar nieuwe bezuinigingen op de cultuursector van €900.000. De bedoeling is om het maandag 8 september in de vorm van een korte film aan de gemeenteraad te presenteren. Bij het sluiten van de eerste transferwindow voor het voetbalseizoen 2014-2015 heeft NEC zich weten te versterken met Anthony Limbombe. De 20-jarige Belgische linksbuiten komt over van KRC Genk en heeft een 3-jarig contract getekend bij de Nijmeegse eerste divisionist. Ik denk dat ik hier een goed gevoel heb. En de eerste trainingen zijn goed verlopen, dus we zullen zien hoe de komende weken en de komende maanden zullen zijn. Ja, ken die NEC al een beetje vooraf? Ja. Wat voor indruk maakte die club op je? Ik denk wel dat de NEC een mooie club is. Hoe je ziet, het stadion. Jammer dat ze in tweede klas spelen, maar ik denk dat we gewoon zo snel mogelijk proberen te promoveren. Ja, en hoeveel scheelt het ook dat er een paar landgenoten meespelen in de selectie? Dat doet goed voor mij, want dat is makkelijker voor mijn aanpassing. Zoals je ziet, Mohamed Merdis hier en Mike van Hamel zijn Belgen. En tegen Banu heb ik altijd in de jeugd gespeeld en dat is allemaal Belgen, dus dat maakt het allemaal makkelijker voor mij. Nou, bij het sluiten van de transfermarkt toch nog Limbombe binnengehaald. Blij? Ja, we wilden aanvallend op de zijkant, waren we nog niet zo druk bezet. En we wilden ook een jongen met diepgang in het spel. Nou, dan is Limbombe is wel een talentvolle speler en past goed in ons beeld. Hè. We zoeken ook jongens met een bepaalde potentie. Dus we hebben wel een verwachtingsbeeld van hem. Ja, was het moeilijk om een speler voor die positie te vinden nog? Nou, voor de zijkanten niet zozeer, maar wel de kwaliteit die je graag zoekt. Er zijn altijd spelers, er zijn nog spelers die geen club hebben. Maar ik denk als je een talentvolle speler als Anthony Limbombe binnen kan halen, dan kan dat zeker een meerwaarde voor ons team zijn. Ja, nou is ook gebleken na Van Eijden en Comboy dat ook Jahan Baks behouden is gebleven voor NEC. Dubbel blij. Nou ja, dubbel blij. Je weet in zo'n laatste dag nooit waar je uiteindelijk welke spelers er wel en niet gaan. Ze hebben allemaal de kwaliteit. Ieder heeft zijn ambitie. Dat hadden die spelers ook, hè. Zo moet je het ook zien. En nu is het belangrijk voor ons om met z'n allen meer de focus te leggen op de doelstelling die we al hebben neergelegd, promoveren. En natuurlijk spelers als Ali Reza of Comboy of Rens, dat kunnen zeker een meerwaarde zijn. Dat hebben ze al laten zien. En dan ben je als trainer, coach ook blij omdat je niet zoveel hoeft te doen ten aanzien van de vastigheid waarmee je al mee bent begonnen aan het begin van het seizoen. Na de zwaar teleurstellende degradatie uit de Eredivisie stelde NEC zich ten doel zo snel mogelijk weer te promoveren uit die Jupiler League. Het liefst binnen 1 jaar. Ruud Brood werd aangetrokken als nieuwe hoofdtrainer en de vele vertrokken spelers werden vervangen door nieuwe aanwinsten. Voor ons eigen zeggen heeft NEC daarbij veel te danken gehad aan zowel de Futuralis Football Company en de investeerders Marcel Boekhoorn, Jack Bongers, Harold Bons en Jos Bons. Nou, wij zijn naar die degradatie op zoek gegaan van ja, hoe kunnen we dat nou goed organiseren. En niet overhaast vooral, want daar hebben we vanuit het verleden wel in geleerd dat dat nou niet de route is. En zij hebben met een volwaardig scoutingteam met ons meegekeken naar de technische bezetting, technisch kader. We zijn uiteindelijk altijd zelf in de regie gebleven over ons technisch beleid. Ze hebben ook rechtstreeks daarin aan mij gerapporteerd. En ze hebben er gewoon voor gezorgd dat we de juiste keuzes samen met ons scoutingteam hebben gemaakt en onze technische staf. En dan zie je dat uiteindelijk veel mensen die daarover meepraten zorgt voor kritisch vermogen en dat zorgt ook voor juiste keuzes. Ja, en daarna zijn ook de investeerders wederom heel belangrijk gebleken. Ja, dat is zonder enige twijfel. Kijk, wij hebben deze exercitie vanaf de degradatie hebben we gezegd. Iedereen die wil vertrekken mag vertrekken, maar dat moet wel een transfervergoeding betekenen. Daarin hebben we natuurlijk ook wel, en ook dit seizoen, wel wat financiële rugdekking nodig om te zorgen dat we dat kunnen doen. En dat we ook een selectie neer kunnen zetten waarbij we een grote kans maken op promotie. En dat is het doel. De NEC maakte dinsdag ook bekend dat de Raad van Commissarissen naast de voorzitter Ton van Galen nu is uitgebreid met 3 nieuwe leden. Nou, ik denk dat vooral de differentiatie van de portefeuilles heel belangrijk is. En een goede samenstelling van wat jong, vers bloed en wat senioriteiten. Meneer Emons is erbij gekomen, nou, is toch een ervaren ondernemer. Leonard Ariens, supporter, maar ook kennis van commercie.
Ton Hendricks natuurlijk, jurist. Dus we hebben dadelijk zowel op algemene zaken, supporterszaken, commercie, financiën met Ton van Galen. Hebben we een hele brede bezetting. We zoeken natuurlijk nog een commissaris voor technisch vlak. Uiteindelijk gaat het stichting administratie, het stak daar over. Dus ik ga daar niet over. Maar ik denk dat dat wel in de lijn met een futuralis eventueel toekomstig, afhankelijk van hoe de RVC daarnaar kijkt, een technisch manager of directeur en ons technische staf met onze hoofdtrainer, hoofdopleiding en onze hoofdscouting. Ja, dan zijn we volledig bezet. En we hebben een plan, hè, plan 14-17, waar we nu de eerste stap in gezet hebben. Ja, daar is een kwalitatieve bezetting heel belangrijk in. En 5 wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgen ieder 1,5 miljoen euro om de komende 5 jaar onderzoek te doen. Onder andere Barbara Franke van het Donders Instituut krijgt de visiepremie voor haar onderzoek met behulp van fruitvliegjes naar de oorzaken van ADHD. En Bram van Ginneken van het UMC Sint-Radboud ontwikkelt computersoftware voor CT-scans, waarmee in een vroeg stadium longkanker kan worden opgespoord.